Het is uit. Tussen mij en Ron bedoel. Ron heeft het uitgemaakt omdat hij voelde dat ik nog steeds van jou hou. Ik hou nog steeds van je en ik wil je terug. En ik weet ook dat jij nog steeds van mij houdt. Dat kan niet anders. Wat wij hadden, wat wij hebben, is zo sterk. Bloed. Overal. Heb jij dat wel eens gehad? Omdat de hele toekomst je weer toelacht, maar dat dan alles in één keer door je vingers glipt? Ik hou van jou. Voor altijd. Maar Ron is dood. Ik snap het niet. Hoe kan iemand zomaar ineens doodgaan? Hij bloedde heel erg uit zijn neus, uit zijn oren. En hij had me nodig. Ik mis hem zo erg. Ron is aan het virus overleden. Hij is in jouw armen gestorven. Hoe staat de kans dan dat we hem niet kunnen besmetten? We moeten dus gewoon maar afwachten of jij het krijgt of Edwin. Je moet het Edwin wel vertellen. Je moet het weten. Ik loop gevaar. Ik heb met Ron gezoend en zijn bloed dat... Ja, jij loopt risico. Je hoeft het niet te hebben. Pas als je echt ziek wordt, als het virus actief... Wat is echt ziek, pa? Ik had het bloed heet vorige week toen ik op jou zat te wachten. Toen Ron net dood was. Ron is gestorven aan het virus. Hij heeft mij besmet en misschien heb ik jou ook weer van. En ik snap dat je bang bent en ik ben ook bang als ik het toe laat, maar ik laat het niet toe. Ik geloof in liefde en weet niet in angst. Ik hou te veel van je om je dat risico te laten. Je houdt van me. Misschien is het ook wel onzin dat we elkaar niet zien. Wie zegt dat ik besmet ben? Vroeger nam ik je op schoot als je ziek was. En dan zei ik dat alles goed kwam. Ik heb je gezegd hoe gevaarlijk het is. Je bent echt niet ziek. Jij bent mijn leiwammers. Dus als je dat virus hebt, had ik van. Je wilt niet weten hoe graag ik je wou vastpakken. Als jij straks ziek bent, omdat wij... En dan is het mijn schuld. Ik wil je niet kennen. Dat is voelen, ik weet. Ik denk dat je gelijk hebt. Dat we ons niet nog langer door angst moeten laten tegenhouden. Zo werkt liefde niet. Ik ben besmet. Edwin, wat is er aan de hand? Moet ik in quarantaine? Oh, nooit niet. We hebben je laten komen, dus je gaat niet in je eentje in zo'n kamertje liggen rotten. Ja jongen, ik ga je in quarantaine leggen. De kans dat hij besmet is heel groot. Je bent ziek. En het is een dodelijk virus. Maar dat betekent toch niet dat je er aan dood gaat. Je wordt beter, Edwin. Maar moet je er wel zelf in geloven. Als ik je uit ben... Neem ik mee voor super romantisch, Mieke. Ik ben wel ergens wat zonkers. En we gaan veel cocktails kunnen drinken. Waar de avond dus of goed zijn. En de nacht heet. Oh man. Vroeger zat ik heel vaak zo met jou. Toen je kwam weg. Heb ik nog zo. Je zegt de mensen iets terug. Nog wel, ja. Echt? Van de wedstrijd? Ja. Je bent er wel. Alles lijkt weer te functioneren. Alles? En daar is het nog te vroeg voor, hè? Alles moet er goed. Soms is zo'n plotselinge verbetering een aankondiging van het einde. Wat deed je als eerste die mans hier weg bent? Biertje pakken? Met jou naar New York of Barcelona? Nee, geen Meerdijk meer. Geen ziekenhuizen. En als we terug zijn? Ik wil bij je zijn. De hele tijd. Ik wil bij jou. Ja, nou dan moeten we misschien maar gaan... Samen? Maar eerst moet je beter worden. Dat is het allerbelangrijkste. Ik heb ook weer getrouwd, weet je dat? Liep er hand in hand. En iedereen die hier uit de ramen om ons toe te juichen. Edwin. Het virus heeft zijn laatste aanval geopend en Edwins lichaam moet de strijd aangaan. Blijf alsjeblieft bij me. Hoe moet het dan straks als papa en Sjoerd weer ruzie maken? Hé, broertje. Prik me niet even. Waar gaat die dood? Ik hou je aan je afspraak, hoor je?